Ja, dus een reactie die we frequent krijgen als we het woord hoogbegaafd in de mond nemen, is van, ja, is dat dan gewoon een slimme, een Einstein, een wiskundige knobbel? Dat zijn eigenlijk de klassiekers waar je de link gaat leggen met hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid is veel meer dan dat en is vooral niet alleen Einsteins. Dus naast de bijzondere capaciteiten, dus de klassieke IQ, maar ook andere bijzondere capaciteiten, een snelle denker kan ook artistiek heel sterk zijn, heeft een hoogbegaafd kind ook een enorme creativiteit, divergent denken, een enorme honger naar antwoorden, waarom dit, waarom dat, ook een enorme verbeeldingskracht over het algemeen. Als het dan in de les iets te traag gaat en je kan ze in de les niet inspireren, kunnen dat heel grote dromers worden waarop lijkt dat ze niet geïnteresseerd zijn en dus ja, niet de beste leerling van de klas zullen worden. Een hoogbegaafd kind zal, indien het zich echt interesseert, enorm intrinsiek gemotiveerd zijn en grenzen willen verleggen en ook wel nogal eens vergeten om te eten en te slapen. Als echter iets is dat het intrinsiek niet kan motiveren, ja, dan kunnen ze natuurlijk vreselijk lastig worden. Vreselijk tegenwerken. Een hoogbegaafd kind is ook veel kritischer dan een normaal begaafd kind en die zal blijven doorvragen. Dus de waarom-fase die een normaal kind heeft, gaat bij een hoogbegaafd kind eigenlijk nooit voorbij. Een veervoorkorend ander kenmerk is ook de hoogsensitiviteit, zowel mogelijk naar geluid of naar smaak. Ook een grote leerhonger is er soms. Ze zullen zichzelf bijvoorbeeld soms leren lezen in het kleuterklas al, gewoon omdat ze de interesse hebben om informatie te kunnen vergaren op die manier en boeken te kunnen lezen. Wat bij een hoogbegaafd kind ook nogal een keer voort is, het enorm rechtvaardigheidsgevoel. Als er iets gebeurt in de klas, er zijn regels afgesproken en er is een van de andere collega-kinderen die zich daar niet aan houdt, dan is het hoogbegaafd kind die daarvoor in de bres zal springen. En dan soms nogal eens overkomt als de klikspaan, waardoor de relatie binnen de klasgroep niet ideaal gaat zijn. Dus eigenlijk hoogbegaafd, het is zoveel meer dan gewoon slim zijn. En daarom geven we met Chromie Coach een themaavond rond hoogbegaafdheid, waarin dat we de hoogbegaafdheidsmodellen, en er bestaan er wel wat, in detail gaan uitleggen, maar ze vooral ook koppelen aan kenmerken van jouw kind, zodanig dat je ziet wat die hoogbegaafdheid in praktijk wil zeggen voor jouw kind. En omgekeerd, dat het ook meer en meer duidelijk zal worden of jouw kind wel of niet hoogbegaafd is. Want IQ is echt de kleinste schakel in dit verhaal. Er zijn zoveel andere parameters die het verschil maken tussen een intelligent kind en een hoogbegaafd kind. Dus zeker een aanrader om hier je verder in te verdiepen. Want het is de eerste stap naar een betere opvoeding, aangepast onderwijs, zodanig dat jouw hoogbegaafd kind maximaal ondersteund kan worden in zijn leertraject.